Het verbaast Catherine Keil niets dat er een rel is losgebarsten over de toxische werksfeer bij NOS Sport. Ze heeft zelf namelijk ook negatieve ervaringen met de mensen die daar werken. Voor een show die ze in 2003 maakte, moest ze altijd over deze afdeling lopen. Week in week uit werd ze toegeschreeuwd en behandeld als lastig insect, beweert ze. Maar hoe zit het eigenlijk met Catherine zelf? Zij was ook jarenlang een machtige tv-vrouw met aanzien en heeft talloze uitzendingen gemaakt. Heeft zij dan nooit een uitglijder gemaakt? Volgens één vandaag ster Lammert de Bruin wel. Hij is verbaasd over Catherine's beklag over het wangedrag bij NOS Sport. De Catherine Keil die me lang geleden na een radio-interview eens toeschreeuwde dat ze er persoonlijk voor zou zorgen dat ik nergens in Hilversum meer aan de bak zou komen? Hoezo schreeuwde Catherine dat tegen Lammert? Omdat ik als beginnend redacteur Viola Holt, de aartsvijand van Catherine, Red, iets over haar had laten zeggen. Tjonge, twittert hij. Lammert vraagt zich af in hoeverre Catherine bereid is om de hand in eigen boezem te steken. Haar schreeuwpartij kwam volgens hem, intimiderend, over. Is ze vast vergeten? Schrijfster Coot van Doesburg daarop, ja, bij zulke mensen is de actieve herinnering aan negatieve zelfveroorzaakte dingen ineens helemaal weg. Een volger van Lammert, AC, merkt op dat Catherine zich ook wel eens grensoverschrijdend heeft gedragen tijdens een vliegreis. Zij zegt, das misschien wel dezelfde mevrouw Keil die met een economy class ticket telkens naar de businesskas sloop en daar met een dekentje over haar hoofd ging zitten, gezicht met hand over de mond. Lammert geschrokken, geschokt gezicht, mevrouw AC daarop weer, ja echt gebeurd. Ze bleef maar teruggezet worden en ze bleef maar teruglopen naar BC. Erg he, geen kwaad zien. Ik kan aan niks anders denken sindsdien elke keer als ik haar zie.